Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. Met dokter Anders Robbie Roep-Laal zeg ik goed goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe gaat het met u, meneer Roep-Laal? Nou goed, het is vandaag arbeidersdag. Dus ik denk dat alle mensen die hebben gewerkt en nog steeds werken, dat ze ja, zich gezond en goed moeten voelen. Ik ook. Ik volg uw artikel een beetje op Star News, De Ware Tijd, zeg ik het goed? Ja. En dan lees ik dat en dan lees ik er doorheen en dan denk ik, wauw, dat gaat heel diep. Ja. En de reden dat ik u vandaag geraadpleegd heb, is op het volgende. Is natuurlijk de PG in Suriname, die heeft een dik dossier. Als het gaat om de minister van Financiën, de heer Hoefdraad. En wat schetst mij verbazing, is dat er is ooit een corruptiewet aangenomen. Ja. En het betreft corruptie, maar dan is er weer een andere wet die in de weg staat. En die zegt dat het parlement erover gaat of het onderzoek door dus plaats moet vinden of niet. Mijn vraag aan u was, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, weet u, de gewone man begrijpt het ook niet meer. Ik ben zelf onder andere ook hoofd geweest van het gevangeniswezen in Suriname. Vertelt u mij even in het kort wat uw staat van dienst is een beetje. Wat heeft u allemaal gedaan? Nou, ik ben van 1951 en ik heb heel wat gedaan in mijn leven, maar ik zal de belangrijkste dingen noemen. Ik heb onder andere pedagogiek gestudeerd en daarna een postdoctorale opleiding in psychologie. Ik heb op het Willem Pompen Instituut in Utrecht heb ik het bijvak strafrecht gedaan, want dat moest toen. In de jaren dat ik studeerde in Utrecht. Ik ben 1978 daar afgestudeerd. Maar daarvoor heb ik in Rotterdam gestudeerd. Ik heb daar de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer gehaald. De zogenaamde hoofdakte. En om in Nederland les te geven. Want ik heb zowel Nederlands als wiskunde gedoseerd in Nederland. In Vlaardingen op een lyceum. Ben ik ook wiskunde gaan studeren. Dus dat heb ik gedaan qua opleidingen. Daarna heb ik gewerkt in Suriname bij het ministerie van Justitie en Politie. Ik heb veel in het onderwijs gewerkt, in de hogere vormen van onderwijs in Suriname. En daarna ben ik teruggekomen. Ik heb onder andere heel veel geleerd, maar ook gewerkt bij de Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers in Utrecht. Ik heb ook bij de arbeidsvoorziening gewerkt, enige jaren. En ik ben ook opleider, adviseur geweest bij het scholingsinstituut FNP. Daarom begrijpt u ook waarom ik zo arbeidersdag omarm. En laatste werkterrein, dat 2016 eigenlijk, was bij was in Vlaardingen als docent wiskunde en Nederlands. Dus dat heb ik zo'n beetje gedaan. Ik heb heel lang in Suriname gewerkt en ik ben nog steeds, ik ben vorig jaar nog naar Suriname geweest. Ik heb daar ook wat interviews afgestaan, ook bij Radio ABC. En ik voel me heel erg betrokken, want het is dan ook mijn geboorteland. Ik heb daar onder andere gezegd dat ik mij geen diaspora voel. Want ik weet niet wat diaspora is. Het is een begrip wat eigenlijk in India is ontwikkeld, maar totaal niet begrepen wordt door de bevolking. Want als je een middelbare scholier zou vragen wat diaspora is en betekent, weten ze dat niet te zeggen. Kunt u me misschien uitleggen? Nou, een diaspora is eigenlijk zijn de mensen die zich verbreid hebben eigenlijk over de wereld. En van een bepaald land afkomstig zijn. Dus eigenlijk
De meeste mensen van Suriname wonen in Nederland. Enkele in Amerika, studeren daar, een paar op Curaçao. Weet u wel, maar je kan die mensen dus niet zo gaan benoemen. Ik geloof dat de voorzitter van de VHP ermee is begonnen, heeft men tegen mij gezegd. Weet u wel, het is ook typisch dat de Hindoestaan dat doet. Maar het is eigenlijk geen, weet u, India heeft namelijk een bepaald beleid ontwikkeld richting hun diaspora. En Suriname helemaal niet. He, en dan kun je dus niet appels met peren gaan vergelijken. Ik vind, noem de mensen waar ze verblijven, he, waar Surinamers verblijven, grotendeels in Nederland. Dus dan zeg je de Surinamers in Nederland. En heel veel Surinamers, ik zeg u eerlijk, voelen zich nog steeds betrokken bij Suriname. Het feit dat uw radio zelf nog programma's uitzendt, over Suriname en met Suriname, weet u wel, dat is al een voorbeeld. Maar ik vind voor me dan toch een beetje even aangeslagen, want we noemen onszelf het grootste diaspora station buiten Suriname. Zijn we ook fout? Ja, het is eigenlijk, maar weet u, als je een middelbare scholier in Suriname zou vragen, het is diaspora, het is synoniem eigenlijk voor mensen die wijd en zijd verbreid zijn en van een bepaald land afkomstig zijn. Maar het is een heel moeilijk begrip. En weet u, we moeten dingen duidelijker zeggen. We moeten ook in Suriname leren. Daarop heb ik mij ook voorbereid vandaag. Hè, om de dingen zo eenvoudig mogelijk aan de mensen te zeggen en geen grote woorden te gebruiken. Want mensen snappen niet wat vervolging is, wat opsporing is, wat verhoren is, wat een PG doet, wat een rechtercommissaris doet. Dus het is de bedoeling dat als je begrippen gebruikt, dat iedereen dat kan verstaan. Want dat is de functie van taal, goed kunnen communiceren met elkaar. Maar voorbroek in Chimoni, dokter Anders Robbie Roeblal. Hoe gaan we dat doen? Nog iets mag gewoon Robbie tegen me zeggen. Oh, meneer Robbie, ja. Ja. Robbie roept. Laten we beginnen met het begrip dokter Anders. Want ik heb luisteraars ook die waarschijnlijk meeluisteren. Die denken, ja, maar die meneer is dokter. Kan hij ons niet beter iets over corona vertellen? Of wat houdt dokter Anders precies in? Dokter Anders is iemand die aan een universiteit is afgestudeerd. En het begrip is een Latijns woord. Betekent eigenlijk hij die nog moet promoveren. Dus als je doctorandus bent geworden, hè, dan is het de bedoeling dat je nog een promotieonderzoek doet. Daar ben ik ook aan begonnen ooit. Maar ik heb het niet kunnen voltooien. Maar doctorandus betekent niets anders dan hij die doctor moet worden, dus eigenlijk moet promoveren. Dat is doctorandus. Oké. Maar u heeft op een gegeven moment in dat hele proces heeft u voor een hele andere loopbaan gekozen. Ja, weet u, als je een gezin hebt en je moet werken en je moet tegelijkertijd ook nog manuscript indienen bij je promotor of promotoren. Je komt in tijdnood te verkeren, want dat moet je regelmatig doen. Ja, dan lukt het niet hoor. Dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen heeft willen promoveren. Ik heb veel geschreven. Om dat een beetje te compenseren. Ik heb heel veel artikelen geschreven. Ik heb ook veel onderzoek gedaan. Ik heb ook als beleidsmedewerker gewerkt. Dus ik heb heel veel onderzoek en als beleidsmedewerker ook, ook mijn diensten. Hè, daaraan, Kortom, u kijkt terug op een succesvolle carrière. U bent nu gepensioneerd. Is er een reden waarom u voor Nederland gekozen heeft om hier een beetje de tijd door te brengen, of is het voor de time being? Nee, ik ga regelmatig terug naar Suriname. Maar als je kinderen hebt, Ray, dan denk je aan de goede opvoeding en de scholing van je kinderen. Dus op een gegeven moment, veel mensen hebben dat nog niet meegemaakt, althans jongeren. Waren er helemaal geen goederen meer op de rekken te vinden. Je had wel wat geld verdiend, hè, door te werken. Maar er waren geen goederen. En ik moest dag en nacht werken, om het zo te zeggen. Want nadat ik mijn baan overdag had vervuld. Welke tijdsperk praten we over, meneer Roeblal? Sinds de jaren 80 tot en met 90.
Oké, okay, helder. Dus, ja, dus in die tijd moest je dan, behalve dat je dus je werk overdag had, u weet ook dat in Suriname zijn er heel weinig deskundige, geschoolde krachten. En wij moesten dus daarna, dus nadat we thuis een beetje hadden gerust, moesten we weer in de middag tot laat in de avond nog cursussen geven, hè, op de diverse avondopleidingen die er in Suriname zijn. Om zo dus ook die mensen die recht hadden op scholing en onderwijs, hè, om ook hun aan hun trekken te laten komen. Oké, okay, een heel helder verhaal. Dan breng ik u weer terug naar de actuele huidige situatie. En dat is vanwege het tijdsbestek waar we ons aan houden. Er is heel wat gaande in Suriname. Maar nogmaals, wat schetst me verbazing, is dat de PG heeft een dossier in handen. Ik neem aan dat u het ook heeft gelezen. Ja, ik heb het gelezen, ja. En dan ga ik er automatisch vanuit van, er is een corruptiewet aangenomen destijds. Of daar wordt over gesproken. Waarom zou de PG zijn onderzoek niet uitvoeren? En waarom zou het parlement daar ineens over gaan? Hoe zit dat precies, meneer dokter Anders Roepla? Ja, meneer Ray. Kijk, Suriname is een land, is een heel apart land. Volgens het concordantiebeginsel. Concordantie betekent het gelijkheidsbeginsel. Heeft Suriname een heleboel wetten, ook het onderwijssysteem enzovoorts overgenomen. Maar het probleem in Suriname is dat ze dus de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van wet en recht, zoals dat dus hier in Nederland plaatsvindt, dat passen ze niet toe, dat passen ze niet aan. Dat komt door gebrek aan deskundigheid, maar het is ook een stukje arrogantie, een stukje hoogmoed. Want er studeren hier heel veel mensen af, hoor, in Nederland. Juristen, medici enzovoorts. Maar wat zien we in Suriname gebeuren? We zien dat politici dubbele salarissen, driedubbele salarissen ontvangen. Meneer Santokki bijvoorbeeld krijgt een pensioen omdat hij commissaris is geweest. Hij is bij de politie, hè. Hij is minister geweest. En hij krijgt een salaris als parlementariër, fractievoorzitter. Als je die auto van die meneer ziet, meneer Ray, en het verhaal van ik ga Suriname redden, dan moet ik echt glimlachen. Ik zeg u eerlijk. Want kijk, ik wil geen negatieve zaken aanhalen van de betreffende de politieke partijen. Die deelnemen, die 17 politieke partijen, die deelnemen aan de verkiezingen op 25 mei. Maar als je Suriname wil redden, is het heel belangrijk dat je zelf het goede voorbeeld geeft. En ook aangeeft hoe je Suriname wil redden. Dat is heel belangrijk. En als je dat niet roept en alleen maar wil gaan besturen, terwijl je eigenlijk waarschijnlijk hetzelfde gaat doen wat de huidige politieke partijen in de coalitie aan het doen zijn. Ja, wat voor zin heeft het dan om te gaan regeren? Het verwerven van regeermacht betekent dat je dus andere dingen gaat doen. Dat je Suriname daadwerkelijk gaat redden. En dat je dus een zodanig beleid ontwikkelt dat dit wat in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, in ieder geval vanaf 1975, niet meer gebeurt. U weet, in 1989 had het front had bijna 42 zetels behaald. Ze hadden 2/3 meerderheid. En wat hebben ze veranderd? Niks. Meneer Jules leeft nog. Hij is ook een premier geweest in Suriname. Hij zegt de oppositie loopt zoveel te schreeuwen nu. Maar waarom hebben ze dus bepaalde dingen niet veranderd? En nu heb je dus bijvoorbeeld dat die anticorruptiewet moet werken voor de kleine man. Maar die politieke ambtsdragers, die worden met allerlei wetten en regelingen, worden ze beschermd. Meneer Abdul moet zich bijvoorbeeld heel diep schamen
dat wanneer politieke partijen een klacht indienen bij de PG, hij dan weer een initiatief met wet maakt om de heer Hoefdraad, want zo is het begonnen in 2019, om hem in bescherming te nemen. Dus je kunt anticorruptiewet of anticorruptiewet maken, maar zo werk je toch niet tegen die corruptie die er gaande is. Maar welke partij zou dan uiteindelijk het initiatief moeten nemen dan? Het zo kort voor de verkiezing om de wet in staat van beschuldiging... Het is kort voor de verkiezingen. Dit klinkt als een langlopend probleem. Precies. En daarom zeg ik het zo. Ik wil niemand sparen, want ik wil niet door het leven... Ik wil met een opgeheven hoofd, wil ik door het leven gaan. Hè, wil ik mijn leven ook afsluiten. En ik wil niemand beschermen. Want ik zei net ook al, ik ben hoofd geweest van het gevangeniswezen. Ja. In de gevangenissen zaten ook mensen die gepromoveerd waren. Juristen. Medici, weet je wel, die allerlei fraudeleuze handelingen hadden uitgehaald. En dat weet meneer Santokki van de VAP ook, want hij heeft natuurlijk ook als politieman gewerkt. Dus hij weet wel degelijk dat als hij dus de regeermacht overleeft, dat hij niet met een overhellend moet gaan praten of spreken, maar gewoon rustig en duidelijk moet zeggen, want op het moment is de VAP de grootste oppositiepartij, rustig en duidelijk moet zeggen wat ze gaan doen, hoe ze dat willen doen, zodat de bevolking weet dat ze op een andere partij moeten stemmen die het beter heeft, werkelijk beter wil maken voor de bevolking. Maar u zegt dus... U zegt dus, er zaten juristen vast, er zaten politieke ambtsdragers vast. Dus met andere woorden, de wet werkt wel. Natuurlijk, Het recht, sorry. Ja, maar de wet werkt wel. Maar wat gebeurt er met die wet? Nu heeft bijvoorbeeld de NDP, die heeft eigenlijk een meerderheid in DNA. Dus de NDP, en dat is democratie. Als je gewoon niet goed je best doet, dan word je daarop afgestraft. Dat is in Nederland ook zo. Dus uiteindelijk is die afstraffing van een zodanige aard geweest in de afgelopen periode, dat de NDP volledige meerderheid heeft weten te verwerven en dus nu kan doen en laten wat het wil. Dat is wat er is gebeurd. En dat is een veeg teken voor de oppositie op het moment van... om duidelijkheid te creëren, om voor iedereen transparantie te creëren van wat ze eigenlijk met Suriname willen. Want het is een mooi land, je ziet zelf, de laatste tijd is er olie gevonden, er is goud gevonden in het land, er was bauxiet. Iemand die bij u multimiljonair of miljardair wilde spelen, heeft voor een appel en een ei, heeft die Suriname verkocht. Althans, daar heeft hij een bijdrage aan geleverd. Ik bedoel de Suralco, om het zo goedkoop mogelijk weg te doen. Deze meneer, die weet dat niet, heeft ook in de gevangenis gezeten. Dus hij roept dat er in Nederland geen miljonair te vinden is, alsof dat zo belangrijk is hoor. Want ik ben iemand die dit zegt, we zijn met niets gekomen, Ray, en we gaan ook met niks terug. Ja, meneer. Dus om groot te komen doen op de radio door te zeggen ik ben miljonair en in Suriname of in Nederland is er geen enkele te vinden. Dan ben je toch, dat zeg ik dan als psycholoog, dan moet je je echt laten nakijken hoor, om dit soort dingen te zeggen. Echt, ik vind dat gewoon schandalig en ik moet dit even kwijt. Oké, okay, u bent het kwijt. Maar even terug naar de actuele situatie, dank u. Ja, kijk, meneer Hoefdraad, overigens is het een heel vriendelijke en aardige man. Hoor. Want laat ik je zeggen, meneer Hoefdraad heeft zelf in mijn buurt gewoond, aan de Totonnelaan. Weet u wel, waar ik als kind ben opgegroeid. Een hele nette, beschaafde buurt. Weet u wel, waar ook meneer de bekende journalist Roy Gimraaj is opgegroeid. In die tijd woonde er daar alleen maar hele... lieve mensen, ik noem je een naam bijvoorbeeld, professor Mitra Singh, die heeft daar ook gewoond. Dus het was een nette buurt. Meneer Hoefdraad, zijn verleden, hij is in 1962 geboren, weet u wel, hij heeft zelf bij IMF gewerkt.
IMF telt 189 lidstaten. Meneer Hoefdenaert heeft bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank gewerkt. En bij de Islamitische, en ook bij de Islamitische Ontwikkelingsbank. Meneer Hoefdenaert is een begenadigd schaker geweest. Ik ben heel trots als ik deze dingen van meneer Hoefdenaert Gilmore, hè, als ik dit lees. En ik schaam me dood, weet u wel, omdat ik ook van die buurt ben, dat hij nu in staat van beschuldigingsstelling is gesteld. Ja, en dat zijn eigenlijk zijn ondergeschikten. Meneer Van Tricht, al is opgepakt, hè, u weet de governor van de centrale bank. Ja, die heb ik hier persoonlijk ontvangen, een paar maanden geleden nog. Gaat u verder? Ja, nou, erger nog, zijn moeder is minister van onderwijs in Suriname. Een hele bekende familie, hè, de familie Verrier. En zo iemand zit nu in voorarrest en al enkele maanden. Hè. En meneer, het schijnt dus, ik ken de procureur-generaal ook hoor, ik ken hem persoonlijk, ik ken hem heel goed. En we moeten trots zijn, echt heel trots zijn om zo'n PG in Suriname te hebben. Maar niet alleen de PG, het hele OM, weet u wel, hebben dus onderzoek gedaan en geconstateerd dat meneer Hoefdenaert, om het netjes te zeggen, als minister, een scheve schaats heeft gereden. En meneer Hoefdenaert weigert dus daaromtrent gehoord te worden als verdachte. U zegt het heel netjes zo, een scheve schaats heeft gereden, alsof het maar niks is. Dat is heel wat, maar ja, hoe moet je praten als je die man goed hebt gekend als, weet je wel, meneer Rusland, die ook in mijn buurt gewoond, weet u wel, die vader, die moeder, die beide broers ken ik, hè, Gregory en die andere, weet u wel, die ene zit bij de NPS, de andere bij de NDP, zo gaat dat soms in gezinnen. Maar laten we even terugkomen op die zaak. Graag. Ja, want weet u, we moeten het duidelijk maken voor het volk wat er precies speelt. Kijk, meneer Hoefdenaert moet als een politieke ambtsdrager, dat is hier in Nederland is dat anders geregeld, met Suriname weer om politici te beschermen, in staat van beschuldiging worden gesteld, weet u wel, door de DNA. Dat moet. Als de DNA dat niet doet, dan heeft de PG de bevoegdheid, weet u, om de heer Hoefdenaert, en dat moeten ze binnen een bepaalde periode doen, binnen 90 dagen in eerste instantie, en als ze dat nog meer tijd nodig hebben, kan dat verlengd worden tot 150 dagen. Heb ik begrepen, ja. Ja, maar als ze dat niet doen, want sommige juristen, die weer niet alles weten, die denken als die de DNA hem de hand boven het hoofd houdt, dat die zaak wel wegwaait, dan dat hij dus niet meer in beeld komt, dat is niet waar. Want het OM, die kan daarna, als toch geen als dus die vervolging door de DNA niet is ingesteld, kan hij dus de heer Hoefdenaert, en die verdenking blijft natuurlijk bestaan, toch nog opsporen, aanhouden en verhoren. En eventueel opsluiten als blijkt dat hij bijvoorbeeld het vluchtgevaar is. Of om elke andere reden. Maar dat wordt dus hij kan gewoon opgesloten worden. In dit geval wordt dat dus ergens na de verkiezingen? Dat kan, ja. Dat wordt in ieder geval na de verkiezingen. Maar over die verkiezingen wilde ik u ook een paar dingen zeggen. Heel graag. Maar dit is dus wat er staat te gebeuren. En u begrijpt, als iemand in je buurt heeft gewoond, hè, en je kent die familie, je kent die persoon, ja, dan vind je dit heel erg zielig. Je vindt het heel erg jammer, hè, dat dit heeft moeten plaatsvinden.
plaatsvinden. Ik kan me uw positie helemaal begrijpen of helemaal voorstellen. Want we proberen objectieve radio te maken, dus we gaan niet over persoonlijke situaties praten. Ik begrijp, ik begrijp uw gemengde gevoelens. Ja. Maar ik denk dat we toch keihard naar de feiten moeten kijken. Wat zijn de feiten? Ja. Ja, maar goed, hoe dan ook, dat speelt mee bij mij. En laat ik u eerlijk zeggen, hoor. De heer Hoofdraad gaat in de wandelgangen ook door als een hele vriendelijke man. En als u ook dat afzet tegen alles wat hij allemaal al in zijn leven heeft gedaan, dan is het niet alleen maar jammer dat dit gebeurt, maar het geeft ook een beetje het beeld weer van hoe de coalitie op dit moment functioneert en hoe ons land bestuurd wordt. Want kijkt u, hier heb je dus bijvoorbeeld in Nederland wet openbaarheid van bestuur. Daar hebben mensen zoveel over geschreven, ook ik, is nooit van de grond gekomen. Er moet een nieuw burgerlijk wetboek die is al in concept, is dat al aangeboden aan de president. Maar dus het wordt nog steeds is dat niet afgekondigd. Wat is volgens u de reden? Ja, meneer, als je met corruptie bezig bent, heb je toch voor die belangrijke dingen, heb je toch geen tijd, vermoed ik. Of, het is niet eens een vermoeden. Ik denk dat je daar gewoon geen tijd voor maakt om zo'n belangrijk ding, hè, een burgerlijk wetboek. Als mensen strafbare feiten plegen, ja, dan hoef je daar toch geen, een aparte wet voor te maken. Zullen we het eigenlijk kort samenvatten, en dat is ook door onderzoek die ik al jaren doe samen met mijn collega's, redactie. Als we goed kijken, dan zijn gewoon alle instituten gewoon kapot geslagen, zo'n beetje, lam geslagen. Ja, ik durf het niet zo oneerbiedig te zeggen, maar u heeft volkomen gelijk, ja. Ja, we praten over feiten. Ja. Het is kijk, zo'n wet in staat van beschuldigingstellingen en vervolging politieke ambtsbedragers, dat hoeft niet eens te bestaan. Want weet u, daar is ook, als u dat heeft gevolgd, daar is ook kritiek op gekomen van internationale organisaties. Omdat als je de verdachte hier, als de DNA, de heer Hoofdraad, als verdachte zou melden, dan wordt hij dus vervolgd door het Hof van Justitie. Maar het Hof van Justitie is ook tegelijkertijd het hoogste orgaan waar je dus beroep kunt aantekenen in Suriname. Hier hebben we nog dat we cassatie bij de Hoge Raad kunnen aantekenen. Maar in Suriname bestaat dus eigenlijk, zou hij twee keren in beroep moeten gaan, dat is ook geregeld in Suriname, bij het Hof van Justitie. Dus dat is de regel in Suriname. Maar eigenlijk hoeft zoiets niet eens te bestaan. Dat als iemand een strafbaar feit pleegt, kun je hem gewoon volgens het wetboek van strafvordering, kun je hem oppakken, opsporen oppakken en verhoren. Nou, er hoeft helemaal geen de handen boven het hoofd gehouden te worden van politici. Want dat, ook een beetje om uw vraag te beantwoorden. Want hierdoor, door de handen boven iemand zijn hoofd te houden, creëer je juist corruptie, want die persoon voelt zich beschermd. Toch? Dat lijkt me heel helder. Het is, voor mij is het duidelijk. Voor de luisteraars wil ik even teruggaan dan naar de verkiezingen. Laten we dit stuk ook alweer parkeren. Het is voor mij heel helder. Mijn volgende vraag is eigenlijk, waarom willen de politieke partijen dan zo graag de verkiezingen op 25 mei houden? In deze periode, terwijl er totaal geen garantie is dat er bijvoorbeeld OAS, politieke waarnemers of watsoever in Suriname aanwezig zullen zijn. Het is toch ook weer een vorm van behoorlijk fraudegevoelig? Zeg ik het verkeerd? Nee, je kent die uitdrukking. Het is nieuwe wijn
in oude vaten. Dus het is eigenlijk hetzelfde wat er daarvoor was. En omdat ik nog steeds niet... Kijk, ik zou graag van de oppositie willen horen. Hè, van, zoals één politieke partij heeft dat wel gedaan, hoor, DA 91. Maar ik zou van de totale oppositie willen horen... dat als wij dus de verkiezingen winnen... en liefst niet op 25 mei 2020... want het is een hele moeilijke en gevaarlijke tijd... maar op een andere datum die we samen met elkaar vaststellen... dat wij direct die immuniteit, dus het beschermen van politici, hè, dat we dat dus stoppen. Dat we dat uit de wet halen. Want waarom moet dat eigenlijk? Politici horen juist het voorbeeld te geven. En hier in Nederland, meneer Ray, als alleen maar iemand als men alleen maar ruikt dat iemand iets verkeerds heeft gedaan, moet die persoon consequenties verbinden aan zijn handelen. Ik ken bijvoorbeeld een geval in Suriname. Ja, nee, ik ben met u eens. Er is een geval bijvoorbeeld dat iemand ingeschreven staat in Brabant en woonadres heeft in Den Haag en reiskosten ontvangt. Nou, die man wordt gewoon de laan uitgeshowdemieterd, om het zo maar te zeggen. Begrijp je? En begrijpt u nu waarom ik dat concordantiebeginsel aanhaalde om u te vertellen? Ik volg u helemaal. Ja. Weet u, om je te vertellen dat men wel dingen heeft overgenomen, maar niet heeft vervolgd, niet heeft geperfectioneerd. Dat is niet alleen maar in wet- en regelgevingen, hoor, maar ook in het onderwijs gebeurt hetzelfde. Kijk, we praten niet over de koloniale tijd waarbij er verdeeld en geheerst werd. Weet u wel, hè, waarbij mensen niet eens hun cultuur konden... aan een culturele verplichtingen konden voldoen. Weet je wel, over die tijd praat ik het niet. Praat ik niet, spreek ik niet. Ik heb het over die tijd toen men die felbegeerde onafhankelijkheid wilde vanaf 1975. En nu is het al 2020. Wat heeft men gedaan? Is er iets veranderd? Nee, er is niks veranderd. Het is nog erger geworden. Wow. Hè? Ik word er wel even stil van, ja. En u gaat al heel lang mee. Wat is uw bijdrage geweest destijds om het ook tij proberen te keren dan? Nou, kijk, ik heb hele goede... Ik zal u eerlijk zeggen, hoor. Ik heb hele goede ouders gehad. Ik kan alleen, weet je, omdat de gemeenschap mij goed kent, kan ik geen namen noemen. Maar ook mensen die nu bij de NDP zitten... En ook met die corruptie bezig zijn. Ik heb ze leren kennen toen ik nog werkte in Suriname. Maar toch wel integere mensen. Die hebben mij toen gezien en gevraagd. Meneer Roeplauw, wilt u ook niet ons meehelpen? Want we zijn eigenlijk hier, het waren de militairen. We zijn eigenlijk hier gekomen om het land vooruit te brengen. Ik was ook teruggegaan, meneer, direct na mijn studie. Ik heb een jaartje hier gewerkt ergens. Maar daarna ben ik teruggegaan. Ik dacht ook een bijdrage te leveren aan mijn land, hè, waar ik dus als arme jongen was begonnen. Ook door steun en stimulans van mijn ouders verder was gekomen. Maar mijn ouders zeiden tegen me nee, want ik heb hen nou om advies gevraagd. Er worden mij wat functies aangeboden. Ze zeiden me nee, niet in de politiek gaan. Dus toen al hadden ze een soort afkeer. Van de politiek. Ik heb het gevoel, en niet alleen het gevoel, hoor, ik maak het mee, ik praat met heel veel mensen. Er zijn net als u heel veel mensen, zowel in Suriname, als in Nederland, als in Amerika, als in Zwitserland, die dezelfde mening hebben, hetzelfde kader hebben, dezelfde visie hebben, maar zich totaal niet met de politiek willen bemoeien. En daarom denk ik dat dat een van de redenen is dat de politiek zoals het nu is, prima doet en laat waar het zin in heeft. Zeg ik dat goed geformuleerd? Ja, kort samengevat? Ja, je zegt het heel kernachtig. Je duidt het heel kernachtig. En het is heel goed dat u dat zegt. Want kijk, als je in Suriname bent, hè, en je bent bijvoorbeeld rijk, dan kijkt men tegen je op. Hoe je aan die rijkdom bent gekomen, dat interesseert de mensen niet. Als je in Suriname bent en je hebt een titel, een graad, dan kijkt men ook tegen je op. Dat die titel van de Universiteit van Suriname inhoudelijk niet dezelfde als is
als die in Nederland. Dat interesseert de mensen niet. Weet je wel, die mensen schrijven Dr. Anders, voor en achter, soms Dr. Anders en Master of Science en alles. Maar dat klopt gewoon niet, want het dekt de lading gewoon niet, weet je wel. En zo gaat men daar eigenlijk te werk. Ik snap het. Maar als we moeten naar de huidige situatie kijken en het gaat niet zo best economisch met Suriname, als ik het zachtjes uitdruk. En daar gaat de bevolking het echte hinder nog van ondervinden, wat we dus eigenlijk zouden willen voorkomen. Wat moet er gebeuren, meneer Roepelaar, op korte termijn? Ja, weet u, ik weet het ook niet meer hoor. Dit soort vragen, wat er zou moeten gebeuren. Kijk, ik denk dat er betrokken mensen, heel betrokken mensen, op moeten staan. Ik ga je een voorbeeld geven. Hè. Ik ga geen namen noemen van een politieke partij, want dat wilt u ook niet. Een nee. Politieke partij hè, in Suriname, een van de grootste, die heeft het congres helemaal buitenspel gezet. En alle lijnen naar zich toe getrokken. Dus naar het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Deze politieke partijen hebben laatst ook zonder een congres te houden de kiezerslijsten ingediend. Ik heb dat ook in een stuk van mij gemeld, dat heeft plaatsgevonden. Dus wat wil men daar eigenlijk? Men doet eigenlijk hetzelfde als wat de NDP nu doet. Weet je, alle lijnen naar zich toe trekken. Ook geen congres, ze hebben ook geen congres gehouden. Ze hebben gewoon ook de kiezerslijsten ingediend. Zonder dus instemming van al die regionale organen die er bestaan. Maar meneer W., is dat democratie? Dat gebeurt, hetzelfde gebeurt. Dus die politieke partijen die roepen van we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan zus doen. En als ze het niet doen, dan ontstaat er bij het kiezersvolk eigenlijk wantrouwen. Want ze zeggen, joh, we hebben 1987, hebben we het front. We hebben zo massaal voor het front gestemd. En kijk hoe ze ons bedonderen. Ik ga u wel een naam noemen. Van meneer Venetiaan. Weet u wel. Toen ik in Suriname werkte. Kreeg ik 3 SRD. Kinderbijslag. Ik heb het nooit genomen. Ik ben het nooit gaan aanvragen. Maar de mensen vroegen aan meneer Venetiaan. De geweldige grote Venetiaan. Voor sommige mensen. Kunt u die kinderbijslag. AKB heet het, Algemene Kinderbijslag. Kunt u die niet verhogen? Maar schoen, zei hij, dat doe ik niet. Dat heeft gemaakt, onder andere, dat de NPS is waar het vandaag is. Maar had dat niet te maken met onder andere dat hij heel veel moest opruimen en de koers weer naar een bepaald punt moest gaan brengen? Ja, hij moest het land weer stabiel gaan maken. Ik bedoel, man maakt de overwegingen. Wel, ja, dat is allemaal mooi en waar. Maar dan ga je niet 3 keer, 5 jaren hè, ga je als president functioneren. Vindt u dat democratisch? Kijk, in Amerika mag je maar 2 keren. Hè? In Amerika mag je maar 2 keren. In Suriname spiegelt zich heel veel op Amerika. Maar dan geeft u nu aan, als we naar democratisch moeten kijken, dan moet president Boutersen ook niet voor een derde termijn gaan. Nee, hij moet ook. En hij is al oud. Meneer Boutersen ken ik ook van mijn kindsjaren. Hij heeft eerst ook in het Bonifatius-internaat gewoond. Hij is op de Pascalenschool geweest. Weet u wel. Meneer Boutersen, ik heb toch al zijn zus ook les gegeven. Meneer Boutersen was vroeger ook een nette man, net als ik zo noemde van meneer, of een nette jongen, zoals meneer Hoofdraad. Weet u wel, nu. Maar deze mensen, ik weet niet wat er in hun hoofd op een gegeven moment gaat spelen. Op een gegeven moment gaan ze veranderen als mens en houden ze op geen enkele wijze meer rekening met hoe ze zijn opgevoed. Want je opvoeding bepaalt eigenlijk voor een groot deel wat je wordt. Helemaal eens. He? Ik begrijp meneer Boutersen helemaal niet. Meneer Abrahams ook niet, die ken ik ook heel goed.
Meneer de Hoefdraad ook al helemaal niet. Meneer Rusland, die achter mij mee heeft gewoond, die van de NDP, wat hij daar doet, begrijp ik ook niet. Waarom een medicus, voorzitter is van het parlement? Ik snap dat niet, want het is een wetgevend orgaan. Je zou daar eigenlijk een jurist moeten plaatsen. Heel vaak zegt ze, als die wetten worden gemaakt, oh ja, onze juristen moeten er nog naar kijken. Maar gewoon, jij moet die dingen toch ook een beetje kunnen beoordelen. Ja, dan ga ik tot slot even afsluiten, maar dan wil ik het laatste vragen waar ik me over verbaas. Er is een valutawet aangenomen en u weet en ik weet dat dat nooit zal werken. Hoe kan zo'n wet tot stand komen in een nacht? Jongen, de valutawet. Het is een... wat moet ik even horen? Even ademhalen. Ja, even. Een slokje water misschien? Ja. Oké. Ik neem ook een slokje water. De valutawet is iets... is een heel apart ding. Ja, we moeten het kort houden. Ik heb nog ongeveer 5 minuten. Gaat u gang, dokter Anders Roeblauw. Ja, kijk, de valutawet, je kan daar heel kort over zijn. Het voldoet van geen kant. Het is eigenlijk een wetsproduct wat helemaal niet voldoet. Net als de huurwet. Weet je wel, het zijn wetsproducten die overnight, zoals ze dat zeggen, zijn gemaakt. En... gewoon niet functioneren. En eigenlijk was het beter geweest om deze producten helemaal niet nu vlak voor de verkiezingen te maken. Maar waarom heeft men eigenlijk ik probeer die wet even te openen hoor, wacht even. Ja. Ja, ik zie de wet eerder als een soort accentverlegging, maar dat is weer dan een beetje hoe ik het zie hoor. En mijn mening telt niet hoor, ik ben radiomaker. Ja, ik vraag u eigenlijk om het onder een vergrootglas te houden en dat heel kort voor ons uit te leggen. Ja, ik heb die wet niet voor me. Die wet... hier is die, ja. Even openen. Ja, als je praat, moet je gedocumenteerd. Kijk, ik noem een paar overwegingen uit die wet. Hè. Er is een toezichtsorgaan benoemd in die wet, om daarmee te beginnen. Maar weet u, het toezichtsorgaan, waarom moet men een toezicht... Er is al een toezichtsorgaan en die bevoegdheid is al aan de Centrale Bank van Suriname gegeven. Over die wisselkoers, die is bepaald. Als je vreemde valuta hebt, kun je die alleen maar wisselen bij de zogenaamde wisselkantoren. Hè? Maar er is geen definitie gegeven in die wet van die wisselkantoren. Hè? Dus, en bovendien, als je gaat wisselen, krijg je daar een veel lagere koers dan de koers die buiten bestaat. He, dus die mensen... Maar men heeft het toch juist gedaan om die koers die buiten te bestaat op te heffen? Ja, maar denkt u dat... Ik heb dat niet meegemaakt hoor. Dat is nooit gebeurd in Suriname. Die mensen creëren natuurlijk een eigen circuit. Een zwarte markt? Ja, precies. Om dus de... En meneer Ree, ja, nog meneer, iets hè. Meneer Robby. Als je dus vreemde valuta bijvoorbeeld... In sommige gevallen is het zo dat je vreemde valuta kunt halen of kunt kopen bij de banken. Maar die banken hebben die vreemde valuta niet. Althans, als ze het hebben, geven ze je maar een heel beperkte hoeveelheid. En als je nou kinderen hebt die in het buitenland studeren, als je mensen hebt die ziek worden, hè, en vul dat rijtje maar aan, hoe ga je dan doen? Hoe ga je dan die... Kijk, er is één probleem. Er is geen vreemde valuta. En ten tweede, je krijgt een beperkte hoeveelheid. Dus, maar men zegt, je mag digitaal... Of hoe noem je dat? Giraal. Sorry. Giraal kan je gewoon overmaken. Ja.
Maar is die traditie in Suriname om een bankrekening te hebben en om giraal over te hebben? Het is juist die traditie die ze proberen aan te passen. Waarom gaat minister Misikaba die mensen in het binnenland hun gelden geven? Omdat de driekwart van Suriname heeft gewoon geen bankrekeningnummer. Dus dit is gewoon onzin wat men allemaal in die wet heeft verwoord. En in artikel 7 is bepaald bijvoorbeeld dat het toezichtorgaan controleert en inspecteert of de wisselkantoren op al hun transacties met betrekking tot de uitvoering van deze wet. En lid 2, dat zij de bevoegdheid heeft om overal binnen te treden. Nou, volgens mij kunnen wij nog een hele dag zitten, meneer Roeplau, en kunnen we bijvoorbeeld deze wet bespreken, we kunnen de verkiezing bespreken, we kunnen de hele situatie bespreken, we kunnen ingaan op de huidige situatie als het gaat om minister Hoefdraad. Ik moet helaas een beetje gaan samenvatten, ik moet straks naar de reclame, maar zullen we afspreken dat ik u vaker raadpleeg en dat we dan proberen een aantal korte onderwerpen in te voeren en dat te bespreken, kort samenvattend? Jawel, maar ik wilde nog iets over kijk, het binnendringen van woningen, want het is heel erg ingrijpend voor mensen. Ik wil maar 1 minuut van uw tijd. Gaat u gang. Ja. Kijk, je kan die opsporingsbevoegdheid heeft alleen maar de politie. Je kunt dus niet een toezichtorgaan die bevoegdheid geven die de politie heeft. Het is heel beangstigend voor mensen als in een wet is opgenomen dat een toezichtorgaan hun woning mag binnendringen. En zo kun je doorgaan. Dus ik moet afsluiten, maar ik zeg u één ding. Mijn conclusie is dat deze wet, het is niet werkbaar. Maar het is toch duidelijk een wet die ons rechtstreeks terugkoers naar de jaren 80? Nou, dit is een ondemocratisch wet. Het is niet alleen maar dat het ons terugkoers richt jaren 80. Maar in dit hele gesprek vandaag heeft u gemerkt, want ik heb gezegd dat er niks is veranderd. Weet u, er is toch niks veranderd, zei ik. Absoluut, maar ja. Dit is een onderbouwing van, u zegt het nu zelf, dit heeft ons teruggebracht in de jaren 80. Behalve dat het ons terug heeft gebracht in de tijd, is het een wet dat heel ondemocratisch is. En ik wil graag van de politieke partijen horen, en voor alle politieke partijen, wanneer ze dus straks weer in het parlement zitten, wanneer deze wet en de huurwet, waar mevrouw Matura zoveel reclame over maakte in het parlement. Want weet u wat de NDP heeft gewild met die wet? Die NDP heeft namelijk de kleine man willen beschermen. En niet de middenstand en mensen die meer, de mensen die meer verdienen. Dus ongeveer 20% van de samenleving. Maar tenslotte, meneer Ree, je mag met een wet niet discrimineren. De wet moet iedereen zijn belangen dienen. En als dat niet het geval is, dan discrimineert die wet. En dan moet zo snel mogelijk moet het van tafel. En dat had de VAP, bij de huurwet had de VAP nooit moeten, andere oppositiepartijen ook, nooit moeten meestemmen. Oké. Okay. Dank voor uw tijd. Dank voor uw uiteenzetting. Dank voor uw... uw tijd, uw efforts. En ik ga u vaker raadplegen, want het is noodzaak. Waarom is het noodzaak eigenlijk? Waarom bekommeren wij ons zo om Suriname, dokter Anders Roeblau? Ik denk dat het komt omdat er een opeenstapeling is daar van fouten en dat het ook welwillend gebeurt. Men weet dat men fout handelt, zoals men in ons geval, in dit gesprek, meneer Hoefdraad. Daarom heb ik zijn geschiedenis enigszins aan de orde gesteld van hoe hij is begonnen. Men weet dat men fout is en toch gaat men ermee door. En ik vond het heel goed dat u zei, ja, we moeten niemand sparen. En neutraal de dingen verwoorden. Ik ben het helemaal met u eens. Maar ja, kijk, je gaat natuurlijk straks wel krijgen, hè? Realiseert u dat? We hebben meer dan 80.000 luisteraars. We gaan het vanavond uploaden op YouTube. Iedereen luistert ernaar, zelfs het parlement luistert naar onze uitzendingen. Ze gaan zeggen, ja, maar die meneer, dokter Anders en Robbie, ja, maar klets, maar de oude land.
Roeplal, ja, die man is Hindustan, die man is voor de VHP, mijn klets. Ik ben al gewend deze dingen te horen, meneer. Maar het gaat niet om meneer Roeplal, dokter Anders Roeplal. En het gaat niet om waar die man is. Het gaat erom dat je dus, hè, dat je dus je werk goed doet. Daar gaat het om. Zoals okay. ik mijn werk altijd goed heb gedaan in mijn leven, verwacht ik ook dat mensen op posities zitten, dat ze niet gaan bagatelliseren, hè, en gaan navelstaren, maar dat ze hun werk leren gewoon om goed te doen, zodat de openbaar ministerie ze niet ter verantwoording hoeft te roepen en misschien ook nog jarenlange straffen opleggen. Heldere taal, dank u wel, heldere taal. Ik ben nu al een fan van u. Ik ga u vaker raadplegen en Utaki. Jawel. Mag ik u nog een fijne... Het waren wel heel veel onderwerpen in één keer, maar ja. Goed, de volgende keer wil ik wel, ja... Afgesproken. Ik ga u vaker raadplegen. Ik wens u nog een fijne recommandé. En wat gaat u doen? Nou, ik ga zo direct een beetje lopen, want het weer is weer mooi geworden. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio. Sabi!